Wat vindt u van dat stoplicht daar? Vind ik wel goed. Net als bijvoorbeeld mensen aankomen, dat vind ik overgereden door een auto. Ja, nou, de kinderen kunnen gauw oversteken. Wat vinden jullie van dat stoplicht bij Langeweerstraat? Het stoplicht is wel goed, alleen het is toch te druk. Dus eigenlijk moet er een rotonde komen om al het verkeer beter door te laten gaan. Ja. Positief? Nou, voor de oudere mensen is het wel mooi, toch? Want die lopen langzaam en dan is het wel mooi als het op groen komt te staan. Ja. Hè? Ja. Oké. Okay. Ja, dat was het. Nou. Nou, dat iedereen die van die andere wijk komt veilig over kan steken. Ja. Nou, dat je veilig over kan steken, denk ik. Toch? Ja. Ja. Waarom? Ja, dat zag ik dus duidelijk al, hè. Dat ze mooi voor je stoppen moeten. En dat je dus, ja, verder kan, je weg kan vervolgen. Ja, toch? Sommige auto's doen dat ook niet. Denk jij dat ze het niet doen? Maar ik heb daar niet zo'n ondervinding van. Want eigenlijk op de fiets ga ik er niet zoveel overheen. Meer met iemand meerijden met de auto. Dus ik kan daar verder niet zoveel van zeggen. Ik heb er dus geen last van op de fiets, want ik ga er weinig overheen. Ja. Hè? Ja. Positief, nou ja, het is voor de voetgangers natuurlijk wel prettig dat de auto's moeten stoppen. Dit is het stoplicht dat wij bedoelen. Positief? Nou, niet zo heel erg veel. Ja, dat er een stoplicht is, dat is fijn in een zebrapad. Maar veel positiefs vind ik er niet aan. Waarom? Omdat het een gevaarlijk kruispunt is. Iedereen rijdt door rood. Je hebt volkomen gelijk. En er zijn al heel veel bijna ongelukken gebeurd. Dus niks positiefs wat mij betreft. Daar moet de gemeente wat aan doen. Oké. Okay. Wat vind je van... Positief! Nou, dat het op rood en op groen springt. Dat is het enige positieve, denk ik. Ja. Dat was het. Oké. Okay. En wat denkt u ervan als er flitspalen neer worden gezet? Flitspalen? Nou, voor het hard rijden? Ja. Voor doorrijden, ja, is wel goed. Oké. Dank u wel. Oké, alsjeblieft. Doei. 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 Wat vindt u van het idee als daar flitspalen komen te staan? Flitspalen? Oh ja, dat mag voor mij wel. Ja. Okay. Ja, wat vindt u het een goed idee als daar flitspalen komen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wat zou dat dan veranderen, weet je dat? Dat auto's minder door rood rijden en minder hard. Minder hard, ja, dan is dat natuurlijk hartstikke goed. Toch? Ja. Voor de veiligheid van de overstekers. Het idee als daar flitspalen komen te staan? Ja, dat lijkt me wel eens een goed idee. Dan verdient de gemeente wat extra geld en dan gaan de mensen beter opletten. Nou, dan ben ik het ook volkomen met je eens. Oh, nou, dat is fijn. Oké. Gaat het goed? Ja. Doei. Doei. Dat is Marieke's poes. Op de televisie? Nee. Niet op de televisie? Nou, mooi dat hoor. Oké, nou bedankt. Ja, ik denk dat het... Dat... In de interview. Oké. Het was slecht zo grap. Wat vindt u precies van dat stoplicht? Ja, vind ik ook. Ja, ik ben het helemaal met u eens. Ik moet niet zeggen dat. Ja, interviewen. Oh, kan dat niet ergens anders? Is er niemand anders ergens? Nou, kan wel? Ja, het kan wel.